Na de heerlijke zege op Oekraïne is Oranje nog maar 6 zegens verwijderd van die Europese titel. Welkom bij dag 5 van EK Daily. Maandag 14 juni 2021, dag 5 van de EK Daily. En zoals het net wel al werd gezegd door een van mijn gasten, Simon Zwartkruis, die snel zijn telefoon nog even wegdoet. Het lijkt wel een beetje Ibiza hier, hè? Ja, randje zwembad, voetjes in het zand. Heerlijk! Coronaatje erbij. Ja, het Ibiza van Amsterdam. Welkom, Simon Zwartkruis. Dank je. Inmiddels FC Afkikken legende. Denk al 5-6 jaar bij ons te gast. En dit toernooi, geen Wilswatcher, maar gewoon Oranjewatcher voor Voetbal International. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Joopie Buit. Nieuw. Ik kondig je aan als nachtburgemeester van Den Haag. Die tijd is voorbij, hè? Nee, ja, dat is zeker voorbij. Ik heb een kleintje nu voor 7 maanden. En dat vergt bijna al mijn tijd. Maar ik heb wel tijd voor jou weten te maken, man. Internetfenomeen. En gezondheid hierachter trouwens, er werd goed geniest. En naast mij, misschien wel de beste keeper van de KKD, Nicolai. En dan zeg jij? Klopt. Misschien. Misschien? Tussen wie gaat het? Nou ja, tussen wie? Ik denk dat, zeker dit jaar, ik denk dat Jay Gorter gewoon de beste keeper is van de KKD. Ik denk dat hij een geweldig jaar heeft gehad, dus moet je ook niet omheen lullen. Jij bent op Ibiza geweest. Lijkt het een beetje op Ibiza, deze sfeer? Nee, eigenlijk totaal niet. Nee? Oh. Nee, ik mis alleen... ik mis een zee. Ik mis een sangria. Ik mis een beetje muziek op de achtergrond. Maar ja, op zich, het is wel heel gezellig, hoor. Er is net een week in de watten gelegd. Ja, ongelooflijk. Ja, wij denken, oh, nou ja. Ik word helemaal enthousiast van. Eerlijk zijn. Ja, altijd eerlijk zijn. Hoogtepunt voor jou tot nu toe, dit EK? Wat is het hoogtepunt? Nou ja, toch wel gisteravond. Ik denk dat je 2-0 voor. Ja. Komen ze weer 2-2. Toch een beetje billen knijpen. En uiteindelijk scoor je gewoon een 3-2. Ik denk dat toch wel tot nu toe de hoogtepunt is. Ja. Voor mij. Ja, zeker weten. Het doelpunt van Denzel Dumfries. En dan dat juichen van hem. Geweldig, man. Weet je, Denzel Dumfries is gewoon pure passie. En dat is mijn hoogtepunt nu. Nou, voeg jij ook aan toe of niet? Nee, dan moet ik wat anders bedenken. Nou ja, dat is een hoogtepunt / dieptepunt. Dat is de manier waarop het Deens elftal met de vreselijke gebeurtenis rond Eriksson omging. Daar heb ik echt verstijfd naar zitten kijken. Ik denk wel een uur lang stond de wereld om me heen stil. Ja. En dat had ik niet bij Oranje gisteren. Ik heb ervan genoten, hoor. Genoten van Oranje? Ja. Het was helemaal niet zo'n heel goede wedstrijd. Maar de energie die daar afknalde. En, je kunt wekenlang met z'n allen roepen dat je een vriendenteam bent. En dat je het met elkaar wil gaan doen. Maar dan is het wel lekker als je het ook aantoont in de eerste beste wedstrijd waarin het erom gaat. Dus dat vond ik wel heel mooi en goed om te zien. Ik hoor je genoeg hoogtepunten. Mocht je nou jouw hoogtepunten niet tussen zitten, dan kan je gewoon naar easytoys.nl gaan. Daar vind je altijd een hoogtepunt. Ja, Jopie. Ja, Jopie zal er wel staan, hè? Ja, kijk eens. Ja, zeker. Wat je grapje maakt. Nee, dat zijn onze vrienden. Zeker. Ja, eerst de Core-podcast gesponsord. En nu gewoon onze vrienden van easytoys. Hey, maar wat kan jij aanraden van... Ik heb nog niks besteld. We zijn net begonnen met ze. Voor mij krijg je korting als je hier bent geweest. Nou, voor mij, ik weet niet of een korting. Maar als jullie korting willen, bij deze regel ik korting voor jullie. Ik ga morgen naar de site toe. Oké, prima. Nou, als je serieus... Neem maar dat even voor je. Ja, als jij morgen naar de site gaat, dan fix ik even wat voor je. Ja. Hey, als we hem even doortrekken over... wel op Insta-story zetten. Ja, zeker. Ah, nee, 100%. Ja, nee. En tegenwoordig delen we alles op internet. Ja, en dan even zo'n swipe-uppie en dan gaat er nog wat euro's vanaf. En als je het een paar keer doet, dan heb je een gratis pretpakket. We hadden het over Oranje gisteravond. Ik vond het wel een hele rare... Jij zat in het stadion, geluksvogel. Ja. Maar het was een hele rare wedstrijd, toch? 60 minuten lang eigenlijk, wow, lekker. En toen, boom. Uit de lucht, 2 van die goals. Ja. Ja, en dan moet ik zeggen dat tijdens de eerste helft wel al een paar keer...
Oekraïne toch redelijk makkelijk het middenveld overstak. En dat vond ik wel zorgelijk, als je dat zo... Zeker, ja. En het viel me ook op, dat las ik naderhand. De Engelse commentatoren die hadden daarop ingezoomd. Wij, heel Nederland loopt de Polonaise. En zij kijken natuurlijk heel anders en veel nuchterder. Heb je Roy Keane gezien bij ITV? Nou, daar doe ik op. Ja, die slacht, die zei, ja, leuk, superleuk Nederland. Maar als je een serieus voetballand tegenkomt, word je kapot gemaakt. Ja, om die reden, om die ruimtes die tegen, tegen toplanden word je er gewoon helemaal afgeruimd. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar, ja, jij kijkt anders naar zo'n wedstrijd. Jij gaat niet hebben over die hairspaces en hoe je druk moet zetten. Hoe heb jij 90 minuten beleefd? Ja, ik heb het op mijn werk gekeken. Ik werk in de zorg, dus ik heb het met twee bewoners gekeken. Die allebei twee ook in een oranje shirt zaten. En toen met die 3-2 zijn we wel helemaal losgegaan, man. Dus ik heb het gewoon echt op een hele leuke manier... Jij zelf ook een oranje shirt, toch? Ik had sowieso een oranje shirt aan. Ja, natuurlijk, man. Ja, maar jij hebt toch ook een keer... Dat toen was het Frankrijk-Nederland of zo? Toen nog even op Twitter even de interactie gezocht met Memphis. Dat als die zou scoren, dat hij dan naar jou toe moest komen, maar toch? Dat was voor het even West, ja. Weet je, ja, toen, toch? Toen was ik bij Noordwijk, dat heb ik wel gezegd van Memphis. Ja, weet je, ik vind Memphis een geweldige speler sowieso. Maar ik vind het ook gewoon een mooie gozer. Want die gaat gewoon lekker helemaal zijn eigen weg. Zeker. Die scheidt aan alles en daar hou ik van. Ja. En toen zei ik van, als jij scoort, want toen ging ik er ook heen. Weet ja, je. Klopt. Ik zat ook in het uitvak. Ik zei, als jij scoort, dan ren je naar het uitvak. Ik ren naar voren. Ik klim dat hek in. Alleen toen zijn we helemaal afgeslacht. Dus, maar die afspraak staat nog steeds. Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk. Ja. We gaan het zo uitgebreid hebben. Onder andere over die tegendoelpunten. Daar, we zagen Harm Seinstra. Keeperskwesties op Twitter. Ja. Die heeft het uitvoerig beschreven over Stekelenburg. Ik hoorde Frank Snoek zeggen in 2010 had hij hem wel. Schot van KK. Ja, KK. Ja. Maar gaan we het uitgebreid over hebben. Belangrijker, onze grote vriendje Ron ging vandaag natuurlijk weer naar het Vondelpark. Met de grote vraag. Is Frank de Boer nu onze nieuwe volksheld? Zijn wij al klaar? Lekker. Nederlands elftal won zijn eerste wedstrijd met 3-2 in een superspannende wedstrijd. Dumfries maakte het beslissende doelpunt. En we gaan het Vondelpark in om te kijken wat wij nou Nederlanders vonden van de wedstrijd. Gaat Frank de Boer dan toch succesvol zijn? Krijg je nu een beetje meer vertrouwen in Frank de Boer? Nou, nog niet echt. Nog niet helemaal, maar het begin is er, toch? Klein beetje. Nou, voor Frank de Boer ook wel vertrouwen in, maar... Beetje. Mooi shot ook. Kun je even meepakken. So, we're in the pool, bro. We're gonna watch the match. And we didn't realize it was in Amsterdam. So we said, Roy, we may as well go down and watch it. So we said we could get tickets, right? And I'll show you. We got tickets. Paid 150 quid for them, right? Hang on, it'll load now, right? So we bought the tickets, went down. And they said, oh, you need a COVID test. But we're going home today, so we had a test. So we're like, oh, grand, we have a test. And he said, no, it has to be a UEFA COVID test. So he paid 100 quid for the tickets, 150 quid for the tickets, and he wouldn't let us in. So we stood outside the stadium for the whole match. That was it. You couldn't get our money back or anything. Waar gaat dit avontuur van Nederland eindigen? Kwartfinales. Ja, op zijn minst, laten we zeggen, op zijn minst halve finale, weet je? Kwartfinales, denk ik. Ja, De Ligt, dat is wel een dingetje. Want als De Ligt terug is, dan moet of Timber of Dumfries eruit. Ja, wie zou jij eruit halen? Timber. Dumfries. Ja, ik denk toch Timber dan. Je zei net al, ik weet eigenlijk niet zoveel van voetbal, maar wel van koken. Als je nou één gerecht zou mogen koken voor het Nederlands elftal, om ze een beetje power te geven... Oh, dat is makkelijk. Zou ik roti maken. Roti maken, heel mooi. Trouwens wel verschrikkelijk voor die twee Ierse jongens, toch? €150 neergelegd. De droge, kloterige manier waarop ze het vertellen. Een negatieve PCR-test gehad. Oké, die hebben we. We kunnen het zijn... Nee, sorry. Het moet allemaal met QR-code en alles. Ja. Godskeleren. Ja. Maar het is wel een mooi verhaal toch over een jaar voor die gasten. Ja, zeker. Over een jaar kunnen ze er ook om lachen, denk ik. Ja, wel, man. Ja. Jij wilde doorpraten over Oranje. Dat mag je natuurlijk doen. Je bent vandaag weer in Zeist geweest. Ja. Dan heb je de uitlooptraining. Mag je die dan ook nu helemaal zien en zo? Ja, het is een soort vast ritme eigenlijk. Dag na de wedstrijd mogen we inderdaad de hele training zien. Het nadeel daarvan is weer dat de basisploeg van de wedstrijd... Ja, die liggen op matjes wat ja, te strekken. Ja, lekker elkaar lekker te ouwehoeren en te chillen. En er gaat dus eentje op een fiets zitten en de ander die drinkt eens wat. En de reserves. Maar dat is wel weer leuk om te zien. Om te kijken welke reserves lopen de Boer nou in zijn rug te duwen eigenlijk. Hè, om zichzelf te bijten. Nou, bijna eigenlijk vanaf dag één is dat Berghuis wat mij betreft. Ik zie die afwerken en ballen binnen schieten, joh. Ja, die traint echt heel lekker. Ja. En hij maakt ze ook af, zeg maar. Zijn statistieken uit het afgelopen seizoen bij Feyenoord. Die,
Hij trekt het gewoon door de hele tijd. En het, ja, hij is ook zeg maar het voornaamste slachtoffer van het nieuwe systeem. Ja. Anders had hij gegarandeerd gespeeld. Ja, ja. Want hoe goed hij het ook doet. Wij zaten het gisteren hier te bekijken. Voor wie moet hij nu komen in dit systeem? Ja, voor niemand. Nee, niemand. Nee, dit is, dat is het probleem voor hem, toch? Dit is, je hebt nu een paar aanvallers die moeten hopen dat zij de Memphis van dit toernooi gaan worden. De Memphis van 2014, die dan, zeker, als er van systeem geswitcht werd, dan was het vaak Martins Indy gedraaid, centrumverdediger gedraaid, hij erin en dan 4-3-3. Ja. Nou ja, dat mag Malen nu hopen en dat mag Berghuis nu hopen. Dat hij dan, hè, dat bijvoorbeeld nou, Berghuis erin, Memphis verhuist naar links, Weghorst blijft staan. Ja, dan kan hij aan speeltijd toekomen, maar anders... Een sfeer was fantastisch, neem ik aan vandaag, toch? Ja, het is wel leuk. Je merkt het eigenlijk bij iedereen wel. Zelfs ook bij onze zuurpruimen van de pers. Dat het een lekker begin van zo'n toernooi is. Zijn er nou echt zuurpruimen nog steeds? Nee, toch? Nou, ja, Joop, ja, ze zijn allemaal oude zuurpruimen. Nee, ja, ook? Niet, nee, valt mee. Valt mee, man. Nee. Oké. Ik denk, je gooit er gewoon na 10 minuten van ruzie dat die bus. Ja, ik ga ze even afmaken. Nee, maar die hele sfeer, dat hangt dan wel op dat hele complex. De beveiligers zijn vrolijk. Iedereen is gewoon vrolijk. Het moment dat ze komen aanfietsen, dat vaste dagelijkse ritje van het spelershotel naar het trainingsveld, dan... ze kwamen fluitend aan, ze kwamen lachend aan. En het is, er is gewoon wat van die gasten afgevallen. Tuurlijk. We hebben natuurlijk wekenlang weer kabaal gemaakt met z'n allen. En dat gezeik over het systeem de hele tijd en alles. En als je dan begint tegen de sterkste van de drie in de pool. Want dat is Oekraïne, is dat zo? Volgens mij. Ja, dat denk ik wel. En je wint ze, ja, dan zit je al bijna in de knock-out fase. Dat is lekker, ja, toch? Je kan, wat is het, Boekarest nu al ruiken, toch? Wat is het volgende? Ja, als ze groepswinnaar worden, wij journalisten kijken natuurlijk ook naar het reisschema en de aantrekkelijkheid van de steden waar we dan eventueel terechtkomen. En het droomscenario voor de pers is inderdaad eerst te worden in de pool en dan Boekarest, Baku, Londen. Kijk, opties genomen op vluchten? Och, heel mooi. Zeg je? Opties genomen op vluchten? Nee, we hebben contacten in de luchtvaartbranche, dus dat komt goed. Hey, positieve dingen, een paar negatieve dingen. We hadden het er net al eigenlijk kort over, 2-0 voor. Ineens, boom, 2-2 weg. Ik denk die 2-2, ik heb het een paar keer mee zitten kijken, maar laat vooral weten als je niet mee eens bent. Wout Weghorst die niet goed meeloopt met zijn man. Met die, ja, kopbal. Maar het was voor hem ook gewoon een goede voorzet en ook gewoon een goede kopbal. Ja, dus volgens mij kon je er ook, ja, weet je, misschien kan je zeggen dat hij gewoon niet zo goed verdedigd is. Maar het was ook gewoon een goede goal van hun. Ja, maar over die 2-1 is veel te doen. Wij zeiden onhoudbare bal van Jarmolenko. Toen zag ik Harm Seinstra vandaag op Twitter het volgende zetten. Die maakte er even een rijtje van. Keeperskwesties. Op het moment dat Jarmolenko doorkomt, staat Steek, hij mag hem Steek noemen, een kleine meter voor zijn doellijn in een redelijk actieve houding. Op het moment van schieten heeft Steek nog niet optimaal contact met de grond om efficiënt te kunnen reageren. Nou, voor mij kunnen we ook een fotootje laten zien. Meteen factchecken dit, hè? Ja, nee, ja. Kijk. Dit, even kijken, deze positionering, Nick. Jij als doelman. Nou, dan staat hij op zich best goed nu, toch? Ik vind dat hij gewoon goed staat. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we de volgende foto zien. Gaat hij naar voren? Ja. Zijn voorvoeten? Ja, dan heeft het heel veel te maken met hoe je dan staat, toch? Op je voorvoeten, op welk been je afzet. Ik denk dat Harm bedoelt, is dat op het moment dat je nu ziet... Je ziet dat zijn hak, zeg maar, wat van de grond af is, zeg maar. Ja? Dus die bal, die vertrekt al. En dat hij daardoor misschien niet de tijd heeft om nog een stap te zetten... en dan vervolgens af te zetten. Alleen ik denk in deze situatie, wat Harm ook heeft geschreven op Twitter... want ik zag het voorbij komen gisteren... Ja. Is dat Stekelenburg een stap naar voren maakt... Ja. Ja, dat zie je voor mij in de volgende teksten. Alleen dat heeft niks te maken met... Ja, je ziet het hier staan. Hij neemt twee passen naar voren en neemt zijn... Daar komt hij. Hele grote instappas ook nog schuin naar voren om zijn afzet in te zetten. Hij zet vol af, maar komt tekort op het moment dat de bal hem passeert. Hij eindigt met zijn lichaam op de 5-meterlijn. Ja, maar dat is hoe hij keept. En als je naar dit seizoen kijkt bij Ajax... Ja. Zo heeft hij het hele jaar doorgekeept. Dus ik vind... Ja... Tegenwoordig heb je er zoveel mensen commentaar op keepers. En zoveel analisten. Maar er zijn weinig zo goed in ieder geval over keeper als Harm. Ja, kijk, Harm is natuurlijk zelf een oud keeper. Dus die heeft er echt wel verstand van. Ja. Maar andere analisten, alsjeblieft. Hey. Maar wat was jouw eerste impulsreactie, Nick, toen je die goal zag? Ik zat bij mijn schoonouders thuis aan het dineren. En we keken zo schuin naar de wedstrijd. Nou ja, schuin. We keken vol naar de wedstrijd met een beetje zo eten. ik vond het een wereldgoal toen ik hem zag. Ja. Alleen later, zeker als je het moment van het WK neemt, bij Kaka bijvoorbeeld. Ja. Toen pakte hij hem wel wereld. Toen was het de reddingen van het toernooi, zeg maar. Ja. Ik moet zeggen, hij komt goed naar binnen toe. Ja, en hij schiet hem voor mij doen. Ik vind dit gewoon een hele goede goal.
Ja, ik was eigenlijk ook in diezelfde veronderstelling toen we hier zaten te kijken. En ik zag pas die analyse. En dan heeft het natuurlijk met hoe je staat als keeper, welke stap je zet. En er is natuurlijk best wel veel discussie over hem geweest, over Stekelenburg. Kies je nou voor hem of kies je voor Krul bijvoorbeeld? Nou, ik had toevallig net een interview met een van jullie als FC afgekeken. Jij wordt gewoon geïnterviewd terwijl je hier nog de gast bent. Ja, mooi hè? Ongelooflijk. Een groot speler. Nee, kijk, mediaproductiehuis hoor. Ik vind wel, kijk, Sillissen is gewoon de beste Nederlandse keeper. Ja. Op dit moment. Dat is mijn mening hè. Dus laten we rustig aan, dat is mijn mening. Omdat ik vind dat hij in een lange periode heeft hij gewoon het best gepresteerd. Dus het meest constant gepresteerd, zeg maar. Doet geen rare dingen en haalt gewoon een constant niveau voor Nederlandse elftal keepers. Alleen ja, die raakte uiteindelijk getroffen door het coronavirus. Nou ja, helemaal ruk voor hem. Ja. Natuurlijk verschrikkelijk. Maar toch, kijk, Stekelenburg heeft heel veel ervaring met het WK. Ja. Waar hij ook gewoon heel goed presteerde. Ja. En als je ziet wat voor jaar hij dit jaar heeft gehad bij Ajax. Waarin je toch Onana moet zien te vervangen. Heeft hij in mijn ogen toch wel bewonderingswaardig goed gedaan. Ja. Wat vinden jullie? Ik ben absoluut geen kenner. Zeker geen keeperskenner. Maar ik vind hem altijd wel lekker. Gewoon een hele rustige, goede, betrouwbare... Ik denk niet dat je ergens een relaxtere keeper gaat tegenkomen, toch? Ja, gewoon precies dat. En dat ze daardoor ook voor hem hebben gekozen. Omdat die wat vind jij? Baken van rust. Ja, nou, daar heeft het natuurlijk inderdaad, daar hebben ze ook naar gekeken. Hoe snel was hij op zijn vertrouwde niveau toen hij bij Ajax opeens onder die lat moest gaan staan? Nou, dat was snel. En, en als je ook jongens uit, zeg maar, van de vorige lichting international spreekt, die dus zeg maar in Zuid-Afrika zo met hem gespeeld hebben, die nemen hem ook gewoon op in hun beste oranje aller tijden. Wat ook? Ja, ik heb het met Snijder over hem gehad. Die was zo lyrisch over Stekelenburg. De compleetheid met name. Bij de meeste keepers hebben ze nog wel... Nou, Krul is dan met zijn voeten wat minder. En, ik wil net zeggen, want soms dan kan ik een beetje zenuwachtig worden... als Krul die bal krijgt aan de voeten. Dan denk ik, oh, daar gaan we. Maar als je een peltenserie krijgt met Krul... Ja, dat was top natuurlijk. Weet je, dus elke keeper heeft wat. Ja, en je ziet het ook vlak voordat hij die knoop moest doorhakken, de boer. Of ging doorhakken. Ja. Toen pakte Krul er weer drie penalties op in één trainingspartijtje. Ja. En, dan zag trouwens die van Promes. Dan moeten we echt met heel Nederland hopen dat hij nooit een penalty hoeft te nemen. Ja, die had ik ook wel gepakt, denk ik. Jopie ook. Dat was slecht? Ja, die was heel slecht. Rollertje? Ja. Maar dat is dan dat kleeft hij aan Krul. Hè, in positieve zin dat hij dat kan. Maar bij Stekelenburg, volgens mij voldoet hij aan alles wat je als moderne keeper moet kunnen, of niet? Nou ja, kijk, ik vind op dit moment is Maarten Stekelenburg is gewoon een baken van rust. Ja. Straalt, rust uit, is gewoon goed, is gewoon belangrijk met reddingen. En er zal altijd, dit toernooi zal er altijd nog wel een keer een bal ingaan waarin je denkt van poeh, die had hij misschien gehad, of die had Sillissen gehad, of die had Krul gehad. Nou ja, weet je, hij is gewoon de eerste keeper op dit moment. Ja. En ik denk dat je gewoon een goede keeper, gewoon een uitstekende keeper hebben als Nederlands zijnde. Er wordt heel veel de groetjes gedaan in chat aan jullie allemaal, dus die ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar groetjes er komt ook terug. Groeten terug. Hey, avond allemaal, geniet ervan. Ja. Heerlijk weer. Hey, hoe wordt er bij de KNVB gekeken naar het functioneren van Frank de Boer, niet op het veld, maar daarbuiten? Met een persconferentie, zijn mediaoptredens. Ja, nou, dat was in die eerste week, zeg maar. Toen er iedere dag eigenlijk wel of later werd begaan of iets misging. Werd ook bij de KNVB wel over gesproken. Ja, dat heb ik zelf ook gehoord. Dat mensen dat zeiden van, Jezus, wat... Hoe kan je dat nou tackelen? Nou ja, vertrouwen dat het goed komt. Kijk, Frank is zelf natuurlijk zijn hele leven al niet iemand die heel soepel uit zijn woorden komt. Nee. Alleen het heeft hem ook jarenlang totaal niet in de weg gezeten. En spelers uit die Ajax-tijd, dat is toch het voornaamste focuspunt. Ja, bij Crystal Palace en Inter was hij te snel weg om het aan die mensen te kunnen vragen. Die jongens die bij Ajax jarenlang met hem gewerkt hebben, die hadden daar nooit één probleem mee eigenlijk. Die zeiden dat het juist heel duidelijk was wat hij wilde van zijn ploeg. Dat was mijn gevoel dus ook altijd. Ja. Je kan veel over hem zeggen als trainer, maar niet over zijn mediaoptredens. Ja, en dat hij ook... alles is bespreekbaar bij hem. Hij is voor de pers wat dat betreft, welk onderwerp je ook op tafel gooit bij hem, hij reageert erop. Ja. Dus daarover geen klachten. Maar je merkte wel ook inderdaad in zijsterkringen dat toen dat in die eerste week de ene blunder naar de ander werd begaan. Niet allemaal trouwens zijn schuld volgens mij, maar de helft zo'n beetje wel. Toen hadden ze wel zoiets van hoe zal dat straks gaan als de druk echt op de ketel komt. Maar het grappige is dat het omgekeerde gebeurde.
hoe hoger die druk werd en hoe dichter bij die wedstrijd tegen Oekraïne kwam, hoe relaxter Frank leek te worden. Grappig. Alsof hij dat wel allemaal prima vond. En hij, nou, ik ken hem best wel goed, ook uit zijn spelerstijd al. Hij ligt er ook echt helemaal niet wakker van als iedereen op zijn kop staat over zo'n verkeerd rijtje of over speelminuten of nee. Ja, maar het gaat dat kan gebeuren, denkt hij. Kan toch gebeuren? Want we weten allemaal, Frank de Boer, die kan niet zo heel lekker praten. Die komt niet helemaal top uit zijn woorden. Moet je hem dan ook op woordjes gaan pakken en op dat soort kleine foutjes gaan pakken? Kijk, Jopie, één ding, kijk, dat je een fout maakt. Kijk, Van Doornie van de Beek is niet handig. Maar dat je zegt, ik heb iedereen afgebeld en dat dan toevallig... Met die even blij naast Anwar El Ghazi staat. En die krijgt dat appie. Dat is gewoon slechte management. Ja. Ik vind wel een kipmoment. Dat is gewoon slecht. Nee, maar Broes zegt altijd. Maar dat kan jij ons misschien bijten. Broes zegt altijd. Waarom worden spelers die niet voor het eerst erbij zijn ook gewoon persoonlijk gebeld? Hey, welkom bij de. Hè? En wat is nou de moeite van dat je even afbelt? Het is 5 minuutjes. Ja, nou ja, ik zag van de week Marco van Basten ook, die gaf daar ook commentaar op. En die stond ook niet bekend als de meest warme, empathische bondscoach Mark van Bommel, toch? Aller tijden. of Ruud van Nistelrooy of Clarence Seedorf. Die er over kunnen meepraten. Maar die zei ook meteen, zonder 1 seconde nadenken. En natuurlijk moet je al die gasten zelf bellen. Ja. En dat in is 2000, echt een ABC'tje. 2000 met Frank Rijkaard. Die ging gewoon een persconferentie met die spelers ernaast. Hè, die hij... Was heel klopt. Kut. Ja, die gasten zaten er wel naast, maar aan de ene kant wel weer, weet je, ze worden wel serieus genomen. Maar wat dan? Maar voor die spelers was gewoon een rij van 30 spelers. Nee, de drie afvallers, zeg maar. Dat waren er geen 8 zoals nu, maar volgens mij in Nyon waren we toen op trainingskamp. Was Bogarde, zag ik erbij zitten. Ooyer misschien of zo? Ja, volgens mij ook, ja. Die zaten wel met zo'n kop. Maar die werden wel met z'n drieën, maar dat was echt een beetje zielig. Die werden dan in zo'n zweterig perszaaltje ergens in een hotel in Zwitserland. En die moesten voordat ze op het vliegtuig naar Nederland gingen, moesten ze nog even voor een soort tribunaal verschijnen. U bent de zwakste schakel. Tot ziens. Een beetje wel. Maar aan de andere kant wel weer, ze worden wel serieus genomen, die gasten. Nu met zo'n appie, dan word je totaal niet serieus. Ik zou nog liever een appie krijgen dan dat ik een half uur in zo'n zweetzaal naar al die journalisten moet gaan zitten. Daarna ook al die vragen wat je ervan vindt. Ja, hoe voel je je nu? Wat denk je zelf? Op dat moment ga je dan vragen erover krijgen. Dat is totaal niet. Ja, ze moesten daarna ook horen, ik moest het allemaal zo met een conso staan bij het goal en ging de rest van de selectie ballen op en schieten. Goed. Eigenlijk wel. Dat was bij Forum Sport, toen daar werd omgeselecteerd. Komen ook nog wel vragen binnen over ADO, gaan we het zo allemaal over hebben. Eerst gaan we naar toch ons beroemdste spel aller tijden. De boot in. Deze mannen hebben ook allemaal meegeschoten. Dat gaan jullie veel later in de week zien. Eerst is het aan de beurt. Doriado, Kortstam. Sta je nu al met een absolute legende? Ik zie optimale focus. Wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, als ik kijk naar de statistieken, dan kom ik toch tot de constatering dat ze allemaal erin moeten. En gaat dat lukken? Natuurlijk gaat het lukken, bro. Welke tactiek? Geen tactiek, bro. Alles op gevoel. Okay. Ja, we hebben 10, 20 en 30 meter. 30 meter is 30 punten. We gaan voor. Ja, je kan die boot gewoon daar laten. Ik zit ze allemaal daar. Ja? Ja, man. 90 punten? Ja, man. Garante. Ja. Nee. Die boot gaat naar achteren, water. Hey, beginnen met dit ding dan maar. Ja. Sorry. Ja, wat is het? Deze telt aan de kant. Wacht. Hoezo telt hij? We gaan die replay kan je gelijk direct kijken. Ja, dat heeft hij ook al heel snel gezien. Dus het is geen goal. Ja. Kijk, deze tellen we. Oké. Okay. Rotterdam-Westing kent het wel. Vraag mij naar hem. Je ziet het. Ciao, later. Hij heeft zelf besloten dat het 120 punten was. Ik ga de VAR nog even op nakijken, want ik heb eentje was minimaal dubieus. Welke, die laatste? Nee, die laatste was duidelijk, maar die eerste. Bro, die boot gaat naar 8. Weet je wat voor power in die bas zit? En curve en die dingen daar. Bro, die 120 punten. Zowel Nick en die zijn weggerend, werkelijk waar. Dus er zijn nu 2 mensen achter hun aan om ze terug te halen. Dat er nu niet wordt uitgezonden dat ze gewoon weer in de show kunnen komen. Doriano Kortstam vind ik persoonlijk meer babbels buiten het spel. Nou, in het spel. Weet je, jullie gaan volgens mij binnenkort zien hoe ik het heb gedaan. En ik denk liep jij net zo te schreeuwen? Nou, dat viel wel mee. Maar ik denk dat mensen wel versteld gaan staan. Hij heeft trouwens dus je moet even gaan kijken binnenkort. Hij heeft het beter gedaan dan Simon Sommer.
zelfs 90 punten gekregen. En daarmee gaat hij, ja, daarmee schopt hij Simon Tjommer van de eerste plaats af. Maar wat zie ik nou? Simon Tjommer, oud prof. Een goede speler met een goede techniek. Nul punten. Fantastische trap. Hoe kan dat dan? Ja, geen idee. Wat is er gebeurd? Ja, gewoon overmoedig. Niet bezig met die focus. Nee, ongelooflijk. Dus Doriano 90 punten gekregen. Ga ik gewoon eventjes jou wat vragen stellen. Ja, je moet wel, hè? Want die jongens zijn er gewoon niet. Nee, mensen vragen jou. Zou je ervoor openstaan om teammanager volgend seizoen te worden van ADO? Teammanager? Nou ja, waarom niet? Ja. Toch? Ze mogen me altijd bellen. Voor mij vind je je huidige werk ook heel leuk wat je doet. Ja, zeker weten, zeker weten. Maar al zou ik materiaalman worden samen met Rob Ravenstein, zou ik ervoor openstaan. Het zou een duo zijn, hè? Ja, natuurlijk, man. Maar ben je wel eens benaderd voor een functie? Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Weet je, ik ben gewoon lekker een ADO Den Haag supporter. Ja. Ik doe af en toe wat voor TV West. Ja. Ik maak een groen-geel item. Mooier kan eigenlijk niet, toch? Nou ja, ik zit even te denken. Je bent goed bij mensen. Je hebt onvoorwaardelijke liefde voor de club. Dus je gaat niet mee met de ene trainer of de andere trainer. Ik zou het hartstikke mooi vinden. Ja. Nee, gewoon natuurlijk. Ik kom er al vanaf mijn 15e, 16e kom ik al bij ADO Den Haag. Dus mooier kan het natuurlijk niet om dan voor zo'n club te werken. Nee. Maar dus weet je, ik denk nu dat ik ook al veel positiviteit breng rondom dat doe je sowieso. Dus dat doe ik sowieso. Wanneer keer je eigenlijk weer terug met West? Heren. Jongens, we zijn al lang weer live, hè? Ja, ongelooflijk. Hebben we gemist? Nee, jullie werden dus niet uitgezonden. Jullie renden weg. Maar jullie zijn dus niet uitgezonden. Doriano Korstam, 90 punten. Zo. Nou, aardig. Aardig gedaan. Aardig. Goede teaser. Gedaan. We hebben het net over gehad of Joop nu teammanager wil worden bij ADO. Die staat er voor open. Tuurlijk, man. Ik doe alles voor ADO. Gas maaien, de lijnen trekken. Ik wil alles voor ze doen. Ja, er komen ook vragen voor jou binnen. Heb je eigenlijk wel weer zin om te gaan voetballen? Met al het gedoe bij NAC. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, voetbal is toch hetgene wat je het liefst doet. Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen, er is bijna altijd gezeik bij NAC. Dit krijg je nu van een afstandje mee. Dat je denkt, oh, laat het even lekker, joh. Nou ja, ik heb eerst een week bij moeten komen van het verlies van de verliespartij tegen NEC. Ja. En toen lekker met mijn gezin en mijn schoonouders en mijn eigen ouders en mijn broertje op vakantie geweest in Ibiza. Ja. En, dan telefoon ook even uit, of niet? Nou, weet je, het een en ander krijg je altijd door. Ja. Dus, maar ik probeer hem een beetje vanaf te sluiten en een beetje echt gewoon optimaal te rusten voor aankomend jaar. Wat het gewoon een belangrijk jaar wordt voor ons. Simon, dan zet ik jou even als neutrale tussen. Welke club is onrustiger, ADO of NAC? Oeh. Is dat kiezen tussen je vader en je moeder? Nou nee, ik denk toch Den Haag. Ja? Ja, dus Nick heeft het eigenlijk wel makkelijk. Gezien de historie van Den Haag wordt daar gewoon ook meer van verwacht. En dan is die druk ook groter, denk ik. Ja. Altijd druk bij Den Haag, weet je. Het verwachtingspatroon is altijd hoog bij ons. Ja. We verwachten altijd een goed team, wat er vol op gaat. En ja, weet je, dat gebeurt dan af en toe niet. En dan komt de kritiek zeker tegenwoordig op de social media. Iedereen heeft daar mening over. En je weet hoe Hagenese zijn. Ja. Die geven die mening ook. Maar de laatste tijd heb je dat ook wel bij NAC, hoor. Zo. Op de social media. Ga nou niet afschuiven. Want... Nee, maar dat lees ik ook een beetje. Dit jaar. Jij deed even een commentje op Twitter over een video-interview met Omroep Brabant. En toen kwamen al die NAC-supporters daar weer onder. Ja, toch? Maar kijk, weet je, je hebt gewoon een interview met die meneer. Ja. Ik heb die meneer ook gesproken na dat interview. Ja. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, weet je, jij vraagt aan mij iets. En ik geef daar op dat moment antwoord op, zoals ik ben. Gewoon open en vrij. En niet van, ja, probeer ik iets mee te zeggen of wat dan ook. Alleen ik vond het op een gegeven moment, in die fase, richting de play-offs, daar vond ik dat we wat positiever konden zijn. Ja. In die fase. Ik vond dat we dan gewoon een goede wedstrijd hadden gespeeld tegen NEC toen destijds. Daar wonnen we met 2-0. Ja. Ook al win je daar met twee dode spelmomenten, dat maakt niet uit. Maar je speelt als team wel beter dat je die weken daarvoor had gedaan. Dus ik vond dat het wat positiever kon. Nou ja, toen kwamen ze eroverheen. Nou ja, dat is helemaal niet erg. Want ik vind dat supporters mogen ook kritiek hebben. Ja. Dat is ook helemaal niet erg. Dus ja, ik vind het wel mooi, toch, als je iemand erop rekent. Het zijn gewoon clubs die gewoon altijd leven. Ja. Dat heb je in Breda. Ja, maar dat is NAC. En NAC, daar moet je weet ook, als je naar NAC toe gaat. De supporters maken de club NAC. Ja. En dat is niet om kontjes te kussen of wat dan ook. Totaal niet. Je hoort het hier eerst. Nee, maar... Het is hier niet om kontje te kussen bij NAC. Maar het is gewoon zo, weet je. Je hebt gewoon...
bloedfanatieke supporters die er gewoon in, ja, hart en nieren staan. En nu ook weer gewoon 9500 seizoenskaarten verkocht. Ja. Ja, dat is toch bizar. Ik zou je niet lastigvallen met welke trainer en dat soort dingen dit seizoen ingaat. Want voor mij gebeurt er nogal van alles. En alles wat je nu zegt gaat toch tegengebruikt worden. Maar met welke trainer ga je dit seizoen in? Precies wat Niel zegt. Okay. Ja. Nee, ik denk dat daar wordt nog het een en ander over gezegd. Gaat hij er toch wat over zeggen? Ja, maar daar ben ik zo gek van. Waarom vraag je dit? Ik zeg je niks zeggen. Deze manier. Ja, maar hij vraagt het nog. Ja. Moet dus ik dan wegkijken? Dat is de International. Daar moet je wel antwoord op geven. Moet ik dan wegkijken? Goed, laten we snel over het EK hebben. Schotland. Tsjechië, heb je genoten? Ik heb zeker genoten. Ik was toen onderweg hierheen. Je was de weg kwijt, hoorde ik. Nou, ik ben heel Bos en Lommer doorgelopen. Maar ik ben genoten. Gekomen. Zeker, was een hele lekkere wandeling. Heel goed. Maar Schotland, Tsjechië, ik denk dat als we het over 10 jaar... of over 5 jaar nog steeds over hebben... gaat het natuurlijk over die tweede goal van Schick. Die heb ik wel gezien. Heb jij hem gezien? Ja, waanzinnig. Ja, dat is zo'n affiche waar je dat niet verwacht. Nee. Zo'n hoogstandje. Nee. En de goal van het toernooi is al. De man van het toernooi is bekend. De aanvoerder van Denemarken. De goal van het toernooi is al bekend. Ja. Heb jij hem wel eens een keer zo om je oren gekregen? Dat je te ver voor je hok stond? Een keer op een training. Ja, maar nooit... Nooit. En dat was Tom Haai altijd. Die deed het vroeger altijd. Ja, vroeger in de jeugd bij AZ. Ik vind het wel mooi, hè. Je ziet het dan, maar dat je hem echt in perfectie zo... Hè, voor mij die Marshall is voor mij 35, 36. Zal ook niet meer de snelste zijn op de eerste meters. Maar hij stond ver, hè? Ja, zeker. Ja. Maar dat je hem zo... Ik vind dat wel knap, hoor. Hey, ik zou, als ik jullie was, allemaal morgen het item, het bootje inkijken. En dan, wie weet, ga je dat soort dingen ook zien. Ja? Met het rechte pootje van mij. Nou, jongens, ik zou morgen... Hij weet wel kijken. Hoe hij zichzelf moet verkopen. Het wordt echt hinderlijk nu. Ja. Het is trouwens, zag ik, vanwege... Nee, hier staat het goed. De vrienden van de statistieken die hebben gezegd... de treffer, gemeten op 45,4 meter... betekende het verste doelpunt vanaf waar ooit is gescoord tijdens een EK. Sinds 1980. 45,4 meter. We zijn er allemaal stil van, hè? Ja, geweldig doelpunt, toch? Ja. Genieten. Ik vind het wel. Het is wel eigenlijk de dag van de verrassingen. Ook als we die tweede wedstrijd zien, toch? Polen, ja. Het is geen goede dag voor mijn pool. Nee. Het is al een beetje treurig. Zal ik het vertellen? Ja, ik ga het gewoon vertellen. Vertel. Op de VIER-redactie doen we natuurlijk ook een pool. Volgens mij doen een mannetje of 22 mee. Doen er 2 vrouwen mee. Femke van de eindredactie en Christel, sinds jaar en dag onze 1000-poot. Ja, zeker. En dan mag jij daar de 2 bovenste plekken bezetten. Christel staat op 1 en Femke op 2. Helemaal goed. En die 19 bijdante redacteuren die er ook hebben meegedaan. Het Zwartkruis staat op? Grauwe middenmoot. Volgens mij. Gouden, ja, dan. Dat is wel veilig. Doe jij nog een leuk, hè? Ja, die doen het goed. Ik ben gevraagd voor 4 poes. Ik zei steeds van, ik ga het morgen invullen. Ik heb het allemaal niet gedaan. Dus het is allemaal lekker aan mij voorbij gegaan, joh. Maar weet je wat het is? Ik ben ook helemaal niet fanatiek. Dus het is ook helemaal niet leuk om met mij dat te spelen, joh. Want ik hoef ook niet te winnen, joh. Weet je, dus jij? Dan doe ik het doe maar uit vervelingen een beetje invullen. Nee, ik heb het allemaal niet gedaan. Nou ja, ik heb een pasgeboren zoon. Dus ik heb er echt totaal geen, ook helemaal niet bij stilgestaan. Ik vind het alleen leuk. Wat een goed excuus, zeg. Nick. Ik gewoon bijhouden. Dit is gewoon zijn standaard excuus. Ja, ik heb nu een kind. Ja, nee. Vervolgens zo'n 3 ballen door zijn benen heen gaan. Ik heb dus net een kleine zoon. Ik ben er helemaal niet mee bezig geweest. Je moet gewoon tegen die vrouwen. Wanneer ben je weer op de redactie? Donderdag volgens mij zit ik bij Kees Jansma aan tafel. Ja. Weet je wat ik altijd zeg? Eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen. Oh, gewoon tegen die verder. Dat ze nu bovenaan staat, gaat om de eindstreep. Oké, okay, 12 juli, Christel en... hoe heet ze? Femke. Christel en Femke, 12 juli. Staat Simon Zwartkruis gewoon boven jullie. Trouwens, het was geen goede dag voor Schotland. 2-0 verloren. Maar gisteren spraken we natuurlijk Lars in de uitzending. Zeiden, je moet iets met Schotland gaan doen. Dat hebben we geweten, want er kwam een video binnen. Nieuwe dag, een nieuwe opdracht en ik kan niet weer teleurstellen. Axelle vond ik niet. Ik heb echt al veel reacties gekregen, ook van mijn vrienden. Maar Schotland, iets met Schotland. Ik moet denken aan doedelzakken en ja, ik heb nog wel een vriend die in Schotland heeft gevoetbald. Daar kan ik altijd op bouwen. Ja, ik kan er maar 1 bellen. Jij hebt er gevoetbald. Ja, klopt, ja. Vertel even, waar heb je gevoetbald? Bij Dundee FC. Dundee FC, hè, moet je zeggen. Heb je daarnaast voetballen ook leren doedelzak spelen? Nee, dat niet. Maar ik heb het wel wat vaker voorbij zien komen. Het is moeilijker dan je denkt, denk ik. Ja, denk je dat wij überhaupt een klein beetje muziek uit dat ding krijgen? Ik denk persoonlijk zelf niet.
Gillian, jij bent er ook. Ik denk dat jullie er best wel een beetje geluid uit gaan krijgen. Maar of het muziek gaat worden... Of het de juiste toon is, dat weet ik niet. Dat gaan we horen. En hoe lang speel jij het al? Nou, dat is inmiddels een jaar of 14, 15, denk ik. We hebben een goede leraar dus. Ja, ja, ja. Het is de doedelzak. Ja, het zijn een hoop onderdelen bij elkaar natuurlijk. Dus is eigenlijk... Je mag wel spelen. Je bent ons aan het afleiden, Sens. Anders stop ik je in die doedelzak, hè? Kijk maar uit. Kijk, papa gaat proberen muziek te maken. Nou, dat wordt wat. Dus je arm gaat er helemaal omheen, inderdaad. Dus je hebt deze eigenlijk op de schouder. Deze hou je al een klein beetje zo inderdaad opzij. Ja. Precies. En nu valt hij al een beetje. Hup. En dan moet je hem volblazen. En dan volblazen, inderdaad. En nu dus die arm nog een beetje ontspannen. Dus nog geen druk zetten, totdat hij echt helemaal vol zit. Ja. Ja, hij komt er bijna. Even moeite. Ik ben die gaten kwijt. Dit is toch fantastisch. Dat moet toch gewoon lukken, jongens. Randy, eerste indruk? Ik heb heel veel respect voor de mensen die hier heel goed op kunnen spelen. Hoe noem je dat? Let op. Ik speel zo meteen... Hoe heet dat liedje eigenlijk? Scotland the Brave. Ja, Scotland the Brave. Die ga ik zo meteen gewoon lekker voor jullie spelen, jongens. De melodie pakken, dat is wel een ding, jongens. Ja. Komt ie aan. Ik ga dat een keer proberen, jongens. Ik heb het gevoel dat ik een Arabier ben in plaats van een ja, ja, ja. Met zo'n cobra, weet je, die aan de man komt. Die slang, die komt zo. Ja. Het is de zogenaamde practice chant. Eigenlijk begin je ook helemaal niet op de doedelzak zelf als je leert spelen. Maar doe je dus hier op eerste vingersetting oefenen. Ja. En eigenlijk pas zodra je dat onder de knieën hebt, kun je naar de doedelzak zelf. Ja. Randy, we zijn gedegradeerd naar een mini-fluitje. Ja, ongekend. Ik ben toch gewend om degradatie voor te spelen, dus dat komt helemaal goed. Oké, 1, 2. Nou mannen, dat begon met vrij weinig. En uiteindelijk naar de fluit. En toen ging het los. Even weggespeeld. Ja, we hebben het licht gezien, jongens. Ja joh, nog nooit zo'n snelle leerling gehad. Ik ben ook wel verbaasd over ons, om maar zo te zeggen. Dat wij, ja man. Absoluut. De überhaupt een melodietje uit. Precies. En dan daarna dacht... gewoon, ja. Dat we alles wegspelen. Dat is niet normaal. Ik ga denk ik het doen als we kopen, jongens. Nou ja, Randy, wanneer gaan we naar Schotland? Wij moeten in die band. 100%. Ja. Thanks, Gillian, voor dit allemaal. Ja. Vond jij het leuk, Randy? Ik vond het fantastisch. Ik ook, man. Superleuk. Ongelooflijk. Nou, jij hebt veel dingen gedaan, Joop. Ik wil net zeggen, ik maak heel veel slappe items. Ja. Maar dit is wel heel erg slap. Hey. Oh, ongelooflijk. Nee, jij vindt het geen slap item? Volgende keer lekker naar de Proclaimers gaan, man. Vraag of ze 500 miles opzetten. Zo. Heb jij een schotsfeertje te pakken? We hebben een kenner hier. Ja, wel mooi, man. En Randy is gewoon een wereldfan. Het maakt er ook niet uit als je zegt... Randy, bij gaan spijkerpoepen. Vandaag gaat hij spijkerpoepen. Je hebt een kerstliedje met hem gemaakt, toch? Ik heb een kerstliedje met hem, ja. Eenzame nacht. Staat gewoon op YouTube. Joop, heel klein stukje. Heel klein stukje. Maar weet je wat me echt heel erg mooi lijkt? Nou. Randy Wolters, volgend jaar op de linksbuiten bij ADO Den Haag. En maak jij dan een liedje van Randy Wolters? En dan ga ik nog even verder. Thomas Verheid in de spits. Ja. En dan rechts? Rechts buiten Kiesna. Een Haagse voorhoede. Wie op 10? Hè? Wie op 10? Lexi weer terug? Ja, waarom niet? Waarom niet? Ik heb voor de uitzending even met Nick gesproken over Lex. En jij leert veel van Lex immers, hè? Ja. Wat dan? Nou ja, ik vind Lex gewoon een gouden gozer. Ja. Wat manier, leer je van hem? Nou ja, sowieso zijn droge humor. Hij heeft gewoon echt goede humor. Hij heeft gewoon een hele goede humor, heeft hij. Maar Lex is super bepalend in een wedstrijd aanvoelen.
wat er in een wedstrijd gevraagd wordt. Soms een tackle eruit gooien, soms een duwtje eruit, soms even een shirtje trekken, ja. Gele kaartje pakken. Ja, dat is hetgeen wat ik leer van hem. En gewoon echt een... zeggen waar het op staat. Zeker. Oké. Okay. Maar je voorhoede ziet er in ieder geval uit voor volgend jaar voor ADO. Laten we snel even naar Larsie gaan. Want na het hoogte slash dan wel dieptepunt van vandaag met de doedelzak. Hij was goed, man. En Randy Wolters. Is goed, joh. Goh, jij is laat leuk. Je trouwens ook voor alles lenen, Lars. Ik heb echt genoten. Ja, nou dat is fijn. Dat heeft hij tenminste één iemand genoten vandaag. Ongelooflijk, man. Nee, was leuk hoor, Lars. Je zegt net dat het een slap item was. Ja, maar dan jij brandt hem helemaal. Wat ik doe voor Steven West. Hij maakt hem helemaal koud net. Iedere week slappe items. Heb je nou al contact gehad met die Axel de Spiegelaren? Nee, ik ben alleen maar bezig geweest met een doedelzak regelen. Ja, ik denk misschien heeft ze nog wel iets, iets teruggestuurd. Nee? Oké. Okay. Zit je er een beetje lekker in, Lars? Ja, heerlijk. Oké. Okay. Nou. Hey, Lars, waar ga je morgen heen dan? Ja, ik heb nog geen idee. Dat ligt eraan wat Niel nu voor me gaat bepalen. Even kijken, wie spelen morgen? Frankrijk heb je morgen, toch? Nou, je mag nog niet naar Frankrijk, toch? Of wel? Nee. anders laat je hem helemaal naar Frankrijk rijden. Tuurlijk. Er is nog oranje. Hij is naar België geweest dit weekend. Ja, België, oké. Okay. Ja. Hij heeft zo'n prachtig... Heb je dat busje niet gezien? Ja, ja, ik heb het gezien. Van Dutch Portugal staat op geel. Gewoon die kant op gaan, man. Portugal, ja, maar... Hij moet morgen een item. Niel betaalt wel. Ja. Staat hier een pot met geld? Jij hebt toch goede connecties met die vliegtuigmaatschappij, zeg je net? Een goedkoop ticketje regelen. Ja. Ja. Dat zou ik echt gruwelijk vinden. Ja. Maar dan kom je toch wel een keer naar het Stuyvesantplein, hè? Je komt wel een keer naar mij toe. Dat busje, hè? Als die de busje daar, met jou in dat busje door Den Haag? Ja, lekker, joh. Ja, dat is heel mooi. Komt goed. Hebben jullie suggesties? Hij moet morgen iets met Frankrijk maken. Hebben we nog Franse vrienden? Nee. Gelukkig niet, Simon? Nee. Ook geen vriendinnen. Die heb ik dan wel weer. Ja, die heb je ook weer. Hij wel, hoor. Ik zit even na te denken wat we kunnen doen. Heb je zelf al een beetje na zitten denken... nu je 2 minuten hoort dat je iets met Frankrijk moet doen? Nee, bij Schotland kwamen er vrij snel dingen in me op. Maar ik heb ook niet zoveel met Fransen. Nee, ik ook niet. Croissantjes bij de Jumbo haal. Ja, jeetje. Ja. Nee, dat accepteren we niet. Nee, zeker niet. Het moet slapper. Het moet echt wel heel slap zijn. ja, toch? Ja, slappe croissants. Heb je Franse... Misschien een wijnproeverij. Misschien is een wijnproeverij leuk. Hey, met een oud prof of zo. Gewoon katje lam worden. Ja, dat is altijd goed. Nick stelt zich hierbij. Heb jij Franse voorouders of zo? Nee. Ik heb het gezegd tegen. Ik ben ermee gestopt. Oké. Okay. Waar ben je mee gestopt? Drinken. Oh. Focus. Focus. Bezig met de voorbereiding. Zijn zoen is begonnen vandaag. Serieus. Oh, wat leuk. Ja, niet vandaag, maar... In zijn hoofd. Oh, in zijn hoofd. Heel voor goed. Mezelf. Ja. Ik zit even na te denken. We moeten dus iets met een wijnproeverij. Ja, niet met een croissant. Dat kan croissant echt. Maar woont er een Franse speler in Nederland? Een leuke oud prof? Weet je die gozer die naar VVV is gegaan van Utrecht? Ja, Guara? Maar die spits bedoel je? Nee, links, nee. Die linksback, toch? Guara is toch naar VVV gegaan? Hebben we helemaal geen Franse taal? We staan nog niet op de banken. jongens, we weten het toch. Hotel. Nee joh, hij moet lekker naar Jean-Paul Risson gaan. Hey. Risson. Dan hebben we het toch. Ja. Ja, dat vind ik wel trouwens een hele goeie. Dat is toch een goed idee. Een wijnproeverij gaan doen met Jean-Paul Risson. Kijk. Meteen een college over het Franse voetbal, met dubbele tong. Nou, je hebt hem gehoord. Ja. Komt goed. Ik ga er weer voor... Nou, ik zie nog niet heel veel enthousiasme. Komt goed. Je hoopt dat we een Franse dame voor je zouden fixen of iets? Nee, helemaal niet. Maar ik dacht van, ik heb vandaag zo goed mijn best gedaan. Je mag best wat complimenten geven voor mijn doedelzakkunsten. Ja, maar het was ook hartstikke goed, man. Zeker, ik heb genoten van je. En van Randy. Tuurlijk, man. Ja, nou, je hebt in ieder geval één... Als we hier zo'n jury zouden hebben van zo'n muziekprogramma... Joop heeft zijn stoel omgedraaid. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Ja. Nou, Larsie, zet hem op. Morgen in de chat werd het ook geroepen. Enzo Oosterwijk zei het samen met Jean-Paul wijnproeven. Nou, succes. Zet hem op, jongen. Hopelijk lichtelijk aangeschoten, dan wel heel dronken. Morgen contact met ons. Graag. Graag. Succes. Hey, ja, dat is wel even handig. Als je nou met dat busje naar Jean-Paul gaat, leg alvast een matras erin. Dan hoef je niet meer mee te rijden. Hey. Doe ik. Oké. Okay. Joejoe. Zet hem op, hè. Dat is tot snel, hè. Hoi.
Ik vind dat wel, ja, Edouard Duplan wordt ook nog. Dat is ook wel een lekkere om een beetje te drinken. Hij was een leuke gozer. Die heb ik ook geïnterviewd. Daar heb ik toen een gesprek gehad van een uur lang. En dus het item is dan 2:30, weet je. Maar dan is echt een hele leuke gozer. Ja, man. Ja. Hele lieve, intelligente gevoelsman. Daar kan je echt een prima gesprek mee hebben. Maar en ik denk ook een lekker wijntje mee drinken. Jij bent wel een goeie, hè? Als je nou gewoon een paar keer meedenkt, als we landen hebben en dat soort dingen. Ja, natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel een factuurtje. Ja, kan hoor. Uurtje, kan allemaal... uurtje factuurtje. Kan allemaal naar Jeroen. Jeroen moet even afkicken. Joop wordt er niet goedkoper op, kan ik je vertellen. Hij heeft net een beetje over zijn tarieven zitten vertellen. Oh, nou, krijgt een paard de hik van. Vertel. Ik word duurder met de jaren, man. Ja, wat is het? Is ervaring, hè? Ik ben als een mooie wijn, weet je. Ik rijp, ik word aan campagne. Een rode wijn. Duurder, ja. Joopje, een Insta-campagne met jou? Een Instagram-campagne? Ja, maar daar praten we even na de uitzending over, man. Dat komt wel goed, joh. Goed, laten we dan nog even over voetbal hebben. Polen-Slowakije. Die cijfers, hoor. Sorry, ga verder. Polen-Slowakije. Nee, geen probleem. Ja, dan toch, moet je ook wel een verrassing, toch? Simon heeft het gezien. Dus ik ben benieuwd wat hij er zegt. Wij waren een bootje aan het trappen tijdens Polen-Slowakije. Nou, laat ik voorop stellen. Je had hem in je Scorito, had je wel een eentje neergezet. Of ja, twee klopt. Vandaar dus ook de zwarte dag voor mijn EK-pool, ja. Eerste rode kaart op dit toernooi. En toch wel heel verrassend, Slowakije. Dat gewoon Polen... wie van jullie drie zei het? Polen, dat is niks op eindtoernooien. Dat zei volgens mij Nick. Ja, toch? Nee, Chesney. Oh, Chesney. Chesney zei ja? Hoe komt dat dan? Nou ja, kijk maar. Ja. Hij is bij zijn, foutje vandaag bij zijn team Juventus speelt hier de pannen van het dak. Ja, is toch spanning dan? Toch is toch wel iets speciaals, toch? Een EK en een WK. Man die heeft alles gespeeld, toch? En echt voor zijn land, hè? Ja. En niet voor zijn club. Nee. En wat ik wel opmerkelijk vond, Lewandowski, daar had iedereen natuurlijk vooraf over, die maakt wel even het verschil. Amper gezien. Nee. Voor mij zagen we op het eind, hè, even met een kopballetje die licht toucheerde. Ja, zo'n schampenballetje, ja. Ja, ja. Ja, maar goed, ja, die jongen kan het ook niet zijn eentje, toch? Nee, nee. Milik zijn ze kwijtgeraakt natuurlijk op weg naar het toernooi. Ja, dat ja. is natuurlijk wel... Maar het blijft opvallen, want Slowakije stond volgens mij bij alle boekmakers en bij alle opta-voorspellers en alle mensen die daar allemaal systemen voor bedacht hebben, ze stonden ze onderaan. Ja, echt, hè? Bij de odds, ja. En moeten we het van de sponsor nog heel lang over deze wedstrijd hebben? Of zullen we het lekker weer over Oranje gaan hebben? Nee, wil je weer over Oranje gaan? Easy Toys. Dan gaat het over Easy Toys hebben. Nee. We gaan het zo hebben natuurlijk over de wedstrijd van vanavond. Waar jij hebt natuurlijk een van de jongens intensief gevolgd dit seizoen. Bij de Zweden in ieder geval. Karlsson, gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst is het natuurlijk tijd voor onze favoriete Duitser. Met de Skula EK-vraag. Een nieuwe dag, een nieuwe vraag van Skula. Welke bondscoach van het Nederlands elftal heeft nooit verloren bij een EK? Weet je de antwoord? Stuur het op via de socials. Voor alle kids die terwijl het mooie weer is nog meer willen leren in de zomer, kijk op skula.nl en leer veel meer over alle schoolvakken die je hebt. Dit is zo mooi, hè? Nooit verloren op een WK? Ja, EK. Een Nederlandse coach. Ja. Zit je hem nou op te zoeken? Maar gaat het dan over de 90 minuten? Met Oranje. Met Oranje, 90 minuten op een EK. Dan hebben we het over Rinus Michels natuurlijk. Want we hebben toen verloren in 92 met penalties van Denemarken. En in 88 verloor je de openingswedstrijd. Oh. Ja. ja, tegen de Russen, hè. Wonnen we in de finale. Ja, toen was ik 3, ben ik even vergeten. Sovjet-Unie was het toen nog, toch? 0-1? Zeker weten. Ja. Jij dus het is niet Michels. Nee, niet Michels, die krijg je alvast mee. Niet Michels. Mocht je wel het antwoord weten, even via de socials even het antwoord doorgeven. Kunnen we nu weer gaan hebben over Karlsson. Daar wilde je het over hebben. Jij hebt hem een heel seizoen gevolgd, toch? Ja, met heel veel plezier. Ja, ja, kan me echt voorstellen. Ja. Ik weet nog, hij debuteerde toen in die wedstrijd bij Sparta. De meest krankzinnige wedstrijd van het hele Eredivisie. Dat is een fantastische uitspraak van Teun Koopman. Dus als het 0-5 wordt, heb je een hele andere wedstrijd. Ja, nou ja, die wedstrijd, daar hebben we het over. Dat is goed. En hij viel daar meteen al in op. Hij leverde volgens mij in de eerste 20 minuten al 2 assists. En toen ik hem daar na afloop op het kasteel sprak, zijn hele houding vond ik wel tof. Hij vond het allemaal heel normaal en dit stelt nog helemaal niks voor. En wacht maar af, zei hij, wat ik hier verder allemaal nog ga doen. Ja, hoe die ook loopt, hij heeft een bepaalde houding, hè? Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het mooi als je het dan ook laat zien. Ja, en die spelers van AZ, die vertelden ook al dat in die eerste trainingsdagen dat hij ook... Ja, een beetje balletjes achter zijn standbeen. Al dat soort gekkigheid. Balletjes over zijn eigen hoofd heen halen. En dat zei Arne Slot ook destijds. Dus vaak een speler die voor het eerst bij een nieuwe club komt, die kiest even voor veilig. Ja.
Die gaat even, die blijft een beetje bij de routinier in de aanvoer in de buurt lopen. Tikkie. Ja, kat uit de boom een beetje kijken, toch? Ja, tikkie breed, tikkie terug. Ja. En dan bij tijdens het eten met z'n allen even rustig je mond houden. Nou, bij hem was het allemaal tegenovergesteld. En dat, ja, daar ben ik meteen getriggerd. Dat vind ik dan leuk om zo'n jongen te volgen. En zeker als iemand het ook waarmaakt. Ja, het is natuurlijk lastig. Ze zijn niet, zeg maar, spelen niet op dezelfde positie. Maar hij deed me denken, en dat is ook wel lang, die was 18, voor mij is Carlsen wel een stukje ouder. Toen Zlatan naar Nederland kwam. Gewoon in de houding. Ja, dat vond ik nog wel next level eigenlijk. Qua zelfvertrouwen en brani en grote bek. Dat was overtreffende trap, Zlatan. Ja. Want je zag het ook bijvoorbeeld. Carlsson, toen hij voor het eerst zich mocht gaan melden bij de Zweedse selectie. Die zondag daarvoor sprak ik hem. De volgende ochtend zou je dan naar Zweden gaan. Hij was bloednerveus. Alleen maar om één reden. Niet eens zozeer het Zweedse shirt. Vond hij allemaal prachtig en zo. Ja. Maar Zlatan, hij zou voor het eerst dan Zlatan met Zlatan in één kleedkamer. En op één trainingsveld en dit en dat. Nou, Zlatan zou zo op zijn 21ste nooit gepraat hebben. Die zou dan denken, ze mogen blij zijn dat ik kom. Weet je wel? Dus dat bedoel ik met de overtreffende trap. Ja, ja. Maar die Carlsson heeft wel. Dat is namelijk, het waren best grote schoenen waarin je moest gaan lopen daarbij AZ. Hij moest Idrissi opvolgen. En dat, die statistiek, die was enorm hoog rendement had hij. Ja. Altijd dreigend. Die wisselwerking met Wijndal, die liep als een trein en zo. Nou, ga het maar eens even invullen dan. Terwijl je net de week daarvoor je laatste wedstrijd in de Zweedse competitie hebt gespeeld. Die jongen heeft dus ruim een jaar lang non-stop gevoetbald eigenlijk. Ja. Ja, nou ja, dat allemaal bij elkaar opgeteld. Ja, heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Ja, niet in de basiself vandaag. Was ook niet de denk ik, verwachting om te gaan starten. Wel, Isaac, hè? Isaac, toch mooi. Dat was fantastisch. Leuk. Ja, hier hebben we de opstelling. Okay. Isaac met Marcus Berg. Berg natuurlijk, ja. Ja, dus die twee voorin. Forsberg. Ja, Forsberg natuurlijk. Ja. Ekdal en... Toch heb ik 3-0 voor Spanje gevuld, trouwens. Wat zeg je? 3-0 voor Spanje. 3-0 voor Spanje? Ja, in de afkikkerpool. Oh, oké, okay, heel goed. Ja. Ja, laten we het even over Spanje hebben. Eigenlijk jouw tweede land. Toch? Is dat zo? Ja, wist je dat niet? Nee. Nou, leg maar uit aan Jopie dan. Ik heb 5 jaar... was vroeger mijn droom van mijn ouders om naar... om naar Spanje te verhuizen. En ik heb uiteindelijk 4 jaar in een plaatsje onder Barcelona gewoond met mijn ouders en mijn broertje. Daar ook op school gezeten, Catalaanse school gezeten. Dus vandaar dat Spanje mij wel, dat is ook een droom uiteindelijk ooit te gaan voetballen bij een Spaanse club. Ja, mooi. Ja. En? Dat is een beetje een halve Spanjaard. Ja, en? Ik spreek het vloeiend. Dus dat is en weet je wat mooi is? Nou, ik weet niet of je eerst een paar handschoenen hebt gekregen, maar van? Hey, Victor Valdes, kreeg ik. Oh, mooi. Ja. Hey, als we het toch over keepers hebben, kijk eens wie niet op het hok staat. David De Gea. Ja, ik was hier al... Toevallig keek ik vanmiddag vanochtend op Twitter. Ja. Wie de 3 keepers waren. Nou, je hebt eentje, die is volgens mij van Brighton en Helvian. Ja. En Unai Simon. Ja. Die heeft gewoon een goed jaar gehad. Bilbao, toch? Bilbao. Ja. Wel wat foutjes gemaakt, vond ik. Ja, en David De Gea is gewoon gepasseerd dit jaar. Ik weet niet wat er met hem allemaal is gebeurd. Dat is toch echt bizar. Ja. Heel veel mensen in de chat willen weten hoe dat kan. Ja, wij weten op dit moment nog niet. Dus maar jij hebt de Spaanse trainer nog niet gesproken. Maar dat dadelijk we proberen hem nog in de uitzending te krijgen, Luis Enrique. Ja. Maar hij wist het wel alles anders aan het doen dan. Wat is Bruce anders aan het doen? Ja, nou ja, maar je weet, Bruce kwam leuk binnen. En nu een grote meneer, die zit waarschijnlijk hier in het zwembad op dit moment. Ja, hè? Kunnen we even het zwembad schakelen? Nee, hij zit niet in het zwembad. Maar... Nee, ja, voor de rest is natuurlijk opmerkelijk. Ramos, hè, ontbreekt dit toernooi. Ze hadden natuurlijk heel veel gezeik op weg naar het toernooi met die corona-gevallen. Zweden ook, hè? Alleen die gingen dus niet in quarantaine. Busquets. Ja, en heb je dat meegekregen? Dat ze hadden 2 besmettingen. Toen hebben ze 17 spelers erbij gehaald. Ja. Om, mocht er nog iemand afvallen, dat ze dan in ieder geval... Ja, iemand hadden, dat is nu ook in zo'n bubbel, deed toch? Dat met 6 man, ja. Waaronder Carlsson dan. Ja, ook een soort B-bubbel, zeg maar, werd er gecreëerd. En ik zag dat Raúl is ook gepasseerd, zag ik, voor Morata. Ja? Heftig. Okay. Raúl. En wat is de bank? Raúl. Jezus. Je ziet Simon kijken. Raúl. Ja, man. Hoor ik het dan goed allemaal? Ja, ja, heel goed. Wel mooi voor Ronald Koeman ook, hè. Pedri, 18 jaar. Gewoon op een EK gelijk je debuut maken. Ja. Ja, maar goed jaar gehad door dit jaar. Waanzinnig jaar gehad. Oh. Ja, maar het is in Spanje natuurlijk ook wel lekker doorselecteren. Als je ziet wat het aanbod is, wat er vanuit jong en onder 19 en zo allemaal doorkomt. Dat is zo'n waanzinnig reservoir vol met topkwaliteit. Absoluut. Dus je kunt ze inderdaad ook gewoon meteen in een toernooi voor de leeuwen gooien. Er wordt wel gevraagd in de chat, hoeveel scheelt het nou voor de EK-kansen dat Ramos er niet bij is? Is dat een beetje, kan je het vergelijken met Van Dijk bij ons? Nee. Ramos heeft veel meer ervaring op grote toernooien. Die is nog belangrijker voor Spanje dan Van Dijk voor Nederland. Ja, denk ik wel.
Nou ja, voor Van Dijk was dit ook allemaal de eerste keer geweest. Ook inderdaad. Heel raar natuurlijk. Ja, Ramos heeft alles al gewonnen met Spanje. Ja. Daarom. Vandaar dat ik het zeg. Ja. Ik denk ook met zijn leiderschap, zeker met die jonge spelers die er nu zijn, zou hij toch wel echt een belangrijke schakel kunnen zijn. Nou, dat leiderschap, dat delen ze denk ik wel. Dat ze hun impact op hun ploeg zal, denk ik wel zo'n beetje. Met Van Dijk zeker. Ja. Overigens zegt Mark El Blanco dat Simon al de voorgaande wedstrijden ook speelde. Dus zo'n grote verrassing is het niet. Wat we gisteren bij Nederland zelf hebben gezien, dat je de voorgaande wedstrijden speelt, betekent natuurlijk niet dat je ook op het EK speelt. Nee, over de linksback bedoel je, met Wijndal. Ja. Ja. Maar goed. Want jij hebt de trainingen gecheckt. Weet je, klopt het dat Van Aanholt ook veel meer deed als Wijndal? Want hij heeft volgens mij daarop... Dat hij denkt als Wijndal? Nee, kijk, Wijndal zei Frank de Boer dat Wijndal minder energie erin legde dan Van Aanholt, zei Frank de Boer. Ja. Zag jij dat ook op trainingen? Nou, Van Aanholt viel mij wel op, ja. Ja, die ging echt wel behoorlijk tekeer in die trainingspartijen die je kon zien. Met name als ze dan 8 tegen 8 gaan spelen. Hè, dan gaat het echt wel op. Dat zijn intense potjes. En daarin viel hij mij op. Het viel mij niet op dat Wijndal slapper of minder aanwezig was dan normaal. Maar die was tijdens de wedstrijden natuurlijk wel... was hij niet de Wijndal zoals we hem van AZ kennen. En het is voor hem toch wel lastig in dit systeem spelen dan bij AZ, toch? Nou ja, om nog even naar Carlson terug te komen. Ja. Dat bij AZ heeft hij natuurlijk, en had hij met Idrisi... Ja, dat was waanzinnig. Het houvast van diegene die voor zich stond. Dat was onderdeel van het gevaar, zeg maar. En dat was voor die rechtsback, was dat echt kloten altijd. Om te gaan kiezen van welke kant gaat het op. Ja. En nu zag je het gewoon gebeuren. Dat hij een paar keer dat hij diep wilde gaan. En dat hij dan toch even twijfelde. Moet ik terug? Moet ik nog verder diep? Ja, dat soort twijfel, dat wordt afgestraft op zo'n toernooi. En Van Aanholt, ja, die heeft, als je toch over ervaring hebt. Ja, die heeft een paar jaartjes Champions League of Premier League in de benen. Ja, en ik denk het ook echt, dat het misschien wel de moeilijkste posities zijn. Die wingback. Ja. Op links en op rechts, om die op de juiste manier in te vullen. Ja, ja, en Van Aanholt speelt natuurlijk in de Premier League. Je had in de aanloop naar die wedstrijd had je op een gegeven moment... de persconferentie is altijd met 2 spelers bij Oranje. En dat was toen juist met de 2 backs. Met Owen en met Dumfries. En met Dumfries. Ja. En bij allebei dus gaf je wel het gevoel van... Jezus, gaat dit wel goed komen eigenlijk? Want ze gaven allebei aan, ook Dumfries, van dit hebben we eigenlijk nog nooit gespeeld. Nee. Bij mijn club, echt nog nooit. Nee. En dan denk ik van, wauw, hoe lang is het ook alweer tot Oekraïne? Okay, Dumfries had gewoon 5 netten kunnen maken. En als je dan ziet hoe Dumfries het vervolgens invalt. Maar dat vertrouwen had de Boer kennelijk niet. Dat Wijndal dat ook die omschakeling kon maken. Nee, zeker. Laten we even naar de voorspelling kijken. Want de spelers komen al het veld op. Voor mij had jij het net al geroepen. Een degelijke 3-0 overwinning voor Spanje. Sta je nog steeds achter? Ja, ik bedacht me wel, dat is toch vaak in die poolfase toch een beetje scheidbakken voetbal. En dan wordt er niet doorgedrukt naar 2-0. Maar lieve mensen, ook dit is Simon Zwartkruis. Eerst roepen en daarna je keutel intrekken en dan zeggen, nee, doe toch maar 3-0. Ja, okay. Laat maar staan. Ja. Jopie Buit, het geweten van Den Haag en omstreken. 2-0. 2-0. Ik heb iets langer nagedacht dan Simon. Ja, gewoon, iedereen weet hoe ik ben. Zeer genuanceerd, bedachtzaam. Gevoelsmens. En dan kom je gewoon op 2-0. En ik? Ik heb 2. 2-1. Okay. Ik denk ook dat Pedri gaat scoren. Ik denk het wel. Ik denk dat het een spannende wedstrijd wordt. Goede wedstrijd, denk ik. Heel goed. Ja, ze gaan bijna beginnen. Spurs. Jij dan, heel? Ik zeg een gelijkspelletje heb ik in mijn scorito. Ja, echt? Ja, zeker. Ja. Laf. De avond van Berg wordt dit. Het wordt in ieder geval niet de avond van Morata. En dat is leuk als hij er dan 3 in schiet, want dan kan je er morgen meer mee fucken. Juist. Simon, dankjewel. Ga dit niet vergeten. En ik moet je nog wel even de complimenten geven, want meerdere malen geroepen, heel erg genoten van de Redelijke Ted podcast. Nou, wat leuk. Ja, ik ook. Zeker. Daarbij zeker van genoten, want na de podcast is het drinken. Bij elke opmerking van Barry van Galen. Dat wordt erbij. Ja, die man werkt op mijn lachspieren, dat klopt. Ja, dat kan me goed voorstellen. Jopie, dankjewel. Ja, wanneer bedankt, is het weer eruit met Buit? Ik ga het vrijdag opnemen, want dan gaan we, want wij van West maken nu het EK-journaal. Ja. Iedere zaterdag, dus zaterdag te zien. Vrijdag naar de markt, zaterdag te zien. Zoiets. Zet hem op, Jopie. Lekker, en lekker dat je ermee bezig bent. Dankjewel. Voorbereiding. Op naar een rustig seizoen bij NAC. Ja? We gaan het hopen. We gaan het hopen. Goed. Morgen tussen 8 en 9 zijn we er weer. En ik zou zeggen, veel plezier bij Spanje-Zweden. Adem.